zie je, daar blijft hij mooi veren draven. Wat belangrijk is, is dat de regelmaat niet verloren gaat. En nou, dan zou je denken, touw er nog wat bij. En dan gaat hij passage maken. Maar dan zie je dit paard alweer een heel stuk verder doorgetraind. En dan zie je ook, als je goed oplet, dat de bespiering van zo'n 13-jarig paard toch heel anders is als bij een 4-jarige hengst. We zullen een stukje van de galop doen, want in de galop zie je dus ook, heb je veel gedraafd op het zet. En in de zetproeven worden dus gewoon vliegende changementen gevraagd. Appliementen worden daar gevraagd en dat wordt later in de Prise Georges. Worden die appliementen moeilijker, want dan moet je heen en terug. Dat betekent dat je dus eerst naar links moet appliëren, changeren en dan terug naar de andere kant moet appliëren. En dat is eigenlijk alweer een moeilijkheidsfactor die jullie misschien niet opvalt, maar waar wij in de training intensief mee bezig zijn. Dus nu opzij. En wie weet, Christa kan veel scherper, zie je dat? In. Misschien kan je rechtuit en als hij het goed doet, een changement. Helemaal goed. En als je dan meteen goed leert, ik sta erachter en jullie zitten ervoor, kaarsrecht, hè, jullie gezien, kun je meteen maar het beste meteen kaarsrecht doen. Christa moet veel moeilijker, Christa, hè. Kun je appliëren, een stuk of 6 pasjes opzij, maakt het gewoon heel moeilijk. Dan kunnen we even zien hoe moeilijk en hoe belangrijk het is dat een paard gewoon keihandig is. Heel goed. 2, 3, 4, 5, 6. 2, 2, 3, 4, 5, 6. Maar die komt dus op de